Ik vind ze, als jij gewoon afspraken hebt en ze worden ja, niet gerespecteerd. Ja, en dat heb ik zelfs een keer ook met bijvoorbeeld een Carhartt gehad. Ja, daar deed ik ja, 130.000 euro inkoop mee. En die begonnen zelf hier een winkel. Ja, dan moet je sterk in je schoentjes staan. Maar ik dacht echt gewoon van ja man, dat voelt echt zo kloten. En ik ben er gewoon mee gestopt. Met pijn in mijn hart. Maar ik dacht, ik laat me niet kisten. 2 jaar later gingen zij failliet.